bij een nieuwe podcast van Verder en Verder. En het is niet alleen een podcast. Het is ook een talkshow. hoe vaak hebben we dit nu al gedaan? 5 keer of zo? Ja. Ik moet wel een beetje wennen, hoor. Maar kun je al voorstellen dat we iets van 55 afleveringen hebben van die podcast? Nee. Dat had je van tevoren toch ook nooit kunnen bedenken. Maar aan de andere kant ook alweer dat ik het wel voel dat ik er al 55 heb gedaan. Omdat ik er al wel iets meer in zit. Ja. Maar dus ik denk wel consistency is key. Dat is wel jouw motto van de afgelopen... Dus dat je er wel lekker in moet blijven, weet je wel? Gewoon consistent elke week een nieuwe podcast. Dat echt een... Maar ik heb zo echt wel heel vaak dat ik dan die podcast aan het opnemen ben. En dat ik dan echt denk, oké, wie interesseert dit? Ja, maar ik heb wel altijd als ik een podcast terugluister dat ik denk, ik vind het best wel grappig. Zelf ook. Maar gewoon als je ermee bezig bent, dan heb je dat idee helemaal niet. Maar ik zat dus in het vliegtuig. Terug van Barcelona naar Nederland. En toen zei er in één keer iemand uit niets... Hey Anne, hoe was het in Barcelona? Echt? Iemand die ik niet kende. Ja. Die langs kwam lopen. En die zei, nee, ik luister altijd jullie podcast en dit en dat. Maar die had gewoon het gevoel dat hij mij echt kende, snap je? Zo grappig eigenlijk, ja, hè? En ik had dus ook op Schiphol dat ik een koffietje voor mezelf ging halen. En dat meisje achter de kassa zei... Ja, ik wil even wat zeggen. Ik luister jullie podcast altijd en ik vind het zo leuk. Echt? Dat vind ik altijd wel heel leuk om te horen. Ja, ik ook. Echt heel leuk. Maar op Schiphol had ik dat, dus dat vond ik ook leuk. Ik heb dat op de een of andere manier ook altijd op Schiphol. Ja. Laatst was ik ook... Toen ging ik met Ismael naar Londen. En toen stond ik gewoon in die rij van die security. En toen zei ze meisje... Oh, mag ik met je op de foto? Ja, echt? Ja. Ik vind het zo leuk dat ik dan nu op Schiphol ben. En maar misschien omdat mensen in Amsterdam... zijn mensen toch wel wat... dat het wat normaler is of zo, snap je? Ja. Dus dat mensen daar niet echt van zitten te kijken. Maar als je bijvoorbeeld meer internationaal... bijvoorbeeld op Schiphol of meer uit Nederland... dat dan mensen denken van wow. Ja. Maar ik had wel dat ik heel erg het gevoel heb... Kijk, als je zo'n podcast opneemt, dan heb je dus niet het idee... Ik heb echt gewoon het idee dat ik alleen met jou zit te kletsen. Je hebt niet het gevoel dat de mensen meeluisteren? Nee. Maar ik denk dat dat alleen maar goed is. Totaal niet. Want dan krijg je wel de echte verhalen. Ja. Ja. Het is nooit dat ik echt denk van... ik moet echt een podcast opnemen. Omdat het, snap je? Het is gewoon meer een beetje... Het is natuurlijk. Ook meer ook echt een bijkletsen voor ons. Voor ons ook. Ja, helemaal nu. Ja. Ja, omdat je elkaar minder spreekt. Ja. Ja, dat is wel waar. Dus eigenlijk moeten we ook nog hier nog even... de volgende keer wat lekkere dingetjes. Koffietje. Ja, dat gaan we even doen. Bananenbroodje. Weet je wel? Is dat. Dan is het echt. Oh, dat vind ik trouwens wel echt een goed idee. Een soort meer echt tea time. Ja. Ja. Want meestal kletsen ook bij onder het genot van een koffietje. Of onder het genot van een drankje. Dat is nog beter. Ja. Jij moet dan gewoon champagne drinken of zo. Ja. En dat we wel je borrelnootjes, borrelhapjes, weet je wel. Oh, dat gaan we doen. Ja. Alcoholvrije champagne gaan we vinden. We hebben nog wel hier. Toen ik dus op vakantie was, toen heb ik gewoon de hele vakantie alleen maar water gedronken. Oh ja, bijna. Je hebt natuurlijk geen alcoholvrije champagne daar. Nee. Of van die ijsthee en dan zonder suiker. Oh, dat is wel echt gezond. Ja. Maar ook sparkling water of alleen gewoon water? Nou, heel soms sparkling water. Dat was dan echt een cheat. Ja. Bizar, toch? Ja. Maar ook dat ik niet echt behoefte had aan cola meer en zo. Wat dan? Ja, als dat ook uit je ritme is, dan heb je daar ook geen behoefte meer aan. En ik heb ook meestal dat ik als ik op vakantie ga... dat je dan naar warme landen dat je minder chocola eet. Nou, dat had ik... Bedoel je chocola? Als in een reep chocola. Oh ja, ja, ja. Ja, wel toetjes en ja, zo. Ja, ik wou het zeggen. Maar echt zo'n reep. Toetjes bestel ik altijd wel. Dit is trouwens wel heel leuk. Want ik had dus in Indonesië heb ik dus een Indonesische kookcursus gedaan. En heb ik dus één recept heb ik helemaal gemaakt... En met sirloin vlees en zo. En echt heel lekker. En een toetje hadden we dus gemaakt. En dat recept heb ik nu helemaal in zo'n schriftje mee naar huis genomen. Maar ook echt een superlekker toetje. Maar ik dacht, ga ik even een keer voor jullie maken. Oh, ja. Dan gaan we een keer zo'n Indonesische avond doen. Wat voor toetje dan? Ja, zo'n soort gebakken banaan met kokosachtig. Een chocolatoetje. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Maar toen zei ik tegen Ismael... Oh, we gaan even een keer een Indonesische avond thuis organiseren. En dan gaan we jullie uitnodigen. En Franka en Freek en papa, mama. Ze zeiden, ja, helemaal leuk. Dan ga ik voor iedereen van die Batek-bloesjes kopen.
Wat is toen dat? Dacht ik, dat zijn van die Indonesische blusjes met van die printjes. Dat is wel grappig. En toen zei ik, nou, dat is misschien wel weer een beetje overdreven. Toen zei ik, nee, dat vind ik echt leuk. Dan krijgt iedereen als die binnenkomt zo'n blusje. Ja. Oh, dat vind ik best wel leuk. Ja? Ja, ik wil dus een keer bij mij thuis een Marokkaanse avond gaan organiseren. Dus echt met eigen gemaakt Marokkaans eten. Of niet eigen gemaakt door mij, maar dan moet jij het Marokkaans doen en dat je dan ook zo'n Marokkaanse iets als kleding krijgt. Ja. Maar ik vind Marokkaans eten vind ik zo lekker. Uit zo'n tagine en zo. En die chicken pastilla, weet je wel, dat. Maar eigenlijk is het ook best wel leuk als je zegt... Ik had bijvoorbeeld zo'n Indonesische kookcursus gedaan. Dan heb je echt wel een paar receptjes. Als je dan een keer wat moet maken, dat je dat dan kan maken. Dat je dat ook een keer doet van Marokkaans. Ja. Ook een keer van Mexicaans. Dat je gewoon van elk land... Mexicaans is ook leuk, hoor. Ja. Of van die sombrero's. Oh, dat vind ik trouwens wel echt Margarita, een leuk idee. Margarita, tequila. Ja. Ja. Doe je zo'n tequila fles met zo'n bel, weet je wel? Ga je dan doen? Ja. Ja. Maar ik had dus... Maar ik vind dat Franca en Freek dat moeten doen. Want die zijn natuurlijk net in Mexico geweest. Vind ik ook. Ik doe dan wel Indonesisch. Doe jij Marokkaans? Dan zei je... En dan papa en mama stampen trouw een duifje. Ja. Met witte ballen. Ja, en met, hoe heet dat? Wat maakt ze altijd? Dat toetje? Panna cotta. Panna cotta, ja. Onze moeder maakt dus elk jaar met kerst dezelfde panna cotta die elk jaar even smaakloos is. Ja. Waar iedereen elk jaar maar één hap van eet. En elk jaar weer na één hap aan de kant zet. Ja, het is een soort room zonder smaak, zonder suiker, die dan een paar uur in de koelkast heeft gestaan. Maar ze vergeet gewoon weer, elke keer weer, dat niemand het lekker vond. Ja, dat het gewoon niet tevreden is. Ja. En niemand eet het ook op. Ja, maar dat, en dan volgend jaar dan denkt ze weer, hey, dat is goed dessert. Als dessertje, maar ik vind een dessert zonder chocola vind ik ook zonde. Nou, ik moet wel zeggen dat dat toetje dat ik dus geleerd heb om te maken is oorspronkelijk ook niet met chocola, maar wel heel lekker. Oh, weet je wat ook een goede keuken is? Nou, Grieks. Grieks is topkeuken. Ja. Ken je zo'n Grieks gebakken feta blok? Ja, dat is ook lekker, ja. Zo lekker. Ja. Maar Grieks... Ik had dat in Barcelona ook besteld met watermeloen. Ja, zo heel lekker. Maar Grieks moet je echt goed eten? Ja. Of... Want je hebt natuurlijk ook heel veel Griekse gewoon het Leidseplein zitten. Maar die zijn niet allemaal even goed. Nee. Dus je moet echt een goede hebben. En dat is ook wel steeds populairder, hoor, Grieks. Ja. Heb ik ook wel het idee. Is dit dan een haakje naar de volgende gast? Nee. Nee. Maar we hebben wel een hele leuke gast. Een hele leuke gast. Die je kan helpen met al het eten er weer af krijgen. Ja. Dus we gaan nu naar de volgende gast. Ja. Vandaag hebben we weer een hele leuke nieuwe gast. En eigenlijk hebben we deze gast uitgenodigd omdat we een nieuwe collectie hebben gelanceerd. Ja. En dat is onze tenniscollectie. En we gaan straks uitleggen waar dat eigenlijk voor staat. Maar we vonden het juist wel leuk om een tennister uit te nodigen. Maar eerst had ik ook altijd het idee dat een tenniscollectie dat echt niks te maken had met tennis. Ja, ik dacht dat het zweetbandjes waren. Ja? Nee, ik wist wel wat voor type sieraden dat waren. Ja? En ik wist ook wel dat het tenniscollectie heette. Maar ik dacht meer dat het gewoon... dat de naam niet echt gelinkt was echt aan de sporttennis. Maar dat is het dus wel. Ja. Maar dat gaan we zo even uitleggen. Ja. En wij tennissen zelf ook. Ja. Iedere maandagavond. Maar dat is meer een beetje amateurtennis. Ja. Gewoon... Voor de lol. Voor de lol. Ja. Maar deze gast, die heeft altijd op heel hoog niveau getennist. En het is Lotte van Leeuwen. Welkom. Ja, dankjewel. Hi. Leuk dat je er bent. Ja, superleuk. Want ik ben heel benieuwd. Want hoe ben je met tennis begonnen? Had je meteen al het gevoel dat je echt hier goed in was? Dat je ding was? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk ging ik gewoon altijd mee met mijn ouders naar de tennisbaan. Die tennisde al fanatiek. Dus ik ging kijken en al snel ging ik zelf een racket pakken en balletjes slaan. En toen ben ik begonnen met trainen gewoon bij de club waar ik woonde, in Zeist. En al snel werd ik geselecteerd om voor te spelen voor de tennisbond. Maar op welke leeftijd ben je begonnen? Ja, 8. Dus dat is wel redelijk laat. Ja. Ja, dus ik was een beetje een laat bloeier. Tegenwoordig begint iedereen op 4-jarige leeftijd. Dus, net kan lopen dan. Ja, ja, en daarnaast ging ik ook hockeyen. Dus ik deed echt allebei. En toen mocht ik bij de bond gaan spelen. En dat werd van 3 keer naar 4 keer, naar 5 keer trainen in de week. Dus, En toen hockeyde je ook nog? Ja, ja, maar naarmate ik iets ouder werd, moest ik wel een keuze gaan maken. Want dan werd het gewoon te veel. Ja. En was je in allebei even goed? In hockey zat ik dan wel in het eerste team.
Dus ja, op zich ook wel. Ik was niet per se beter in tennis dan in hockey. Nee? Nee? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, ik heb gewoon puur gekozen wat ik op dat moment leuker vond. Ja. Echt? Ja, en dat was tennis. Ja. Oh, wat grappig. Maar vond je ook het leuker omdat het zeg maar omdat je dat individueel doet in plaats van echt een team? Ja, dat was het. Ja, ik vind teamsport ook heel leuk. Ja. Maar op dat moment vond ik gewoon het individuele heel erg leuk. Dus ja, echt 1-1. Wat grappig. Ja. Maar je zou denken dat je op die leeftijd vaak teamsport toch leuker vindt. Ja, nee, ik weet het ook niet. Ik denk gewoon dat ik... Ja, ik misschien ook wel een beetje een ijzelganger was gewoon. Ja. Steeds een beetje, dus ja. Maar dan begin je dus met tennis op best wel... Nou, late leeftijd, maar het is nog steeds natuurlijk jong. Ja. En had je echt al na een jaar het idee van... Oké, ik kan wel eens professioneel gaan tennissen? Oh nee. Of komt dat veel later? Ja, dat kwam echt bij mij pas op mijn 12e, denk ik. Toen ik richting middelbare schooltijd ging. Vind ik ook nog wel jong, hoor. Ja. Ja, je bent natuurlijk heel jong ook. Ja. Maar toen hadden ze wel echt door van... Oké, je hebt meer talent dan gemiddeld. Nou, dat was eigenlijk al wel eerder. Ja. Maar op je 12e, ja, dan was het ook niet meer de tennisbond... maar dan ging je naar de loodschool. Dus het was weer een stapje hoger op. En dan wordt het gewoon veel serieus. Want dan moet je ook echt eerder uit school. Dan heb je langere trainingsdagen. Dus dan wordt het gewoon echt weer next level. Oh ja. Dat is knap. En dan ben je nog zo jong, hè? Ja. Op dat moment besef je dat ook niet heel erg, hoor. Tenminste, ik ging er best wel nuchter in. Ja. Maar dat kwam denk ik ook omdat mijn ouders gewoon heel relaxed waren. Want het kon ook heel anders zijn. Dat kinderen echt wel gewoon echt continu in de gaten werden gehouden... door hun ouders met trainingen en zo. Ja. Dus, want moest je ook elke dag trainen? Nee, niet elke dag, maar wel bijna elke dag. En in het weekend had je dan toernooien. Dus echt overal in heel Nederland. Ja. Ja. En ging je daarna ook internationaal spelen? Nee, dat kwam pas op latere leeftijd. Want ik stond niet in bijvoorbeeld bij de top 3 tot met 12 en 14. Maar ik werd echt pas echt een stuk beter op mijn 18. En toen ging ik fulltime. En toen ging ik ook internationaal. Dat lijkt me wel een hele stap op. Want je kan of gaan studeren, of je kan dit gaan doen. En vond je dat een moeilijke keuze of dan niet? Nou, na de middelbare had ik wel zoiets van... Oké, wat ga ik nu doen? Want als ik fulltime ga trainen, dan kan ik gewoon echt niet meer studeren. Ik heb het wel geprobeerd. Ik ben toen naar de Johan Cruijff University gegaan. Ja. Hier in Amsterdam. En toen heb ik mijn P gehaald. Maar toen merkte ik al, als ik dan in het buitenland een toernooi speelde... dat ik zoiets had van, oké, ik ben hier nu. Maar als ik eruit lig, dan moet ik toch weer gaan leren voor een tentamen. Dus dan kan je niet volledig 100% focussen op je sport. Ja. Dus toen heb ik ook gezegd na het eerste jaar studie van... nee, ik ga ook studie opzij zetten en echt alleen maar tennis. Dat lijkt me best wel een moeilijke keuze. Want het is wel dat je echt een sprong neemt in het diepe. Want als het... En de druk wordt natuurlijk ook steeds hoger. Want je moet dan winnen, omdat je toch wel je studie er ook voor op hebt gezegd. Ja, zo dacht ik ook wel. Ja, ik dacht wel van oké. De druk neemt ook wel toe dan misschien. Ja, sowieso. En ook dat ik dacht van oké, mijn ouders investeren ook in me, weet je wel. Ja. Zoiets had ik ook van, ik moet nu echt wel alles eruit halen, alles geven. Maar op zich kon ik daar wel redelijk mee omgaan. Want heb je ooit last gehad van faalangst? Nee, eigenlijk niet. Nee? Wij hadden echt mega faalangst. Ja, ik kon echt... Als ik het gevoel had dat er iemand meekeek... dan kon ik het gewoon niet meer. Of als iemand, als een leraar aan mij vroeg... wat is 1+1? Wist ik het niet meer. Ja, en ik heb daar echt wel tot mijn... tot de universiteit... tot echt mijn 25ste of zo heb ik daar last van gehad. En nu niet meer? Nee, toen op een gegeven moment heb ik echt een beetje een knop omgezet. Ja. En dat ik echt dacht, ik kan dit. En dat het soort... Ook die, hoe heet dat, affirmations die je tegen jezelf zegt. Ja. Dat ik dat tegen mezelf ging zeggen en gewoon mezelf ging toespreken. En toen kon ik het ineens. Ja, je had in ieder geval geen topsport moeten doen op die leeftijd. Nee. Daarom vind ik het zo knap. Oh. Want de hele wereld kijkt mee. Ja. Ja, maar wij werden er ook al echt op jonge leeftijd mee getraind. Van dat hele harde moeten vechten, in jezelf moeten geloven. Dus ik kwam ook al op jonge leeftijd een stukje mentaal. Want wat deden ze dan? Nou, ik had echt tennistrainers die gewoon best wel hard waren. En zoiets hadden van, je gaat echt jezelf aankijken in de spiegel. En jezelf zeggen dat je het kan. Dat je goed bent, dat je kan winnen. Dus Ik denk dat al de helft is, hoor. Ja, sowieso. Eigenlijk zou elk kind dat moeten doen. En jij hebt het dan geleerd omdat je echt topsport hebt gedaan. Maar eigenlijk zou elk kind dat tegen zichzelf moeten zeggen... ook al ga je een tentamen of zo doen. Ja. Toch? Ik denk dat al best wel heel Of je rijbewijs halen of zo. Ja. Oh ja, dat zijn ook zulke momenten, ja. Ja, dat vond ik echt drama. Ja. Oh. Vaak opnieuw moeten doen. Ja, daarom. Omdat ik faalangst had. Ja. Dan kun je dat soort dingen ook niet. Nee. Maar goed, toen ging je ook internationaal. Ja. En hoe vond je dat?
Ja, nou, eigenlijk helemaal niet zo leuk. Tennis is gewoon heel eenzaam. Zeker op professioneel niveau. En ik merkte als ik er dan uit lag dat ik gewoon met mensen gezellig ook dingen wilde doen, wilde praten. Maar op de tour is het gewoon echt haat en nijd. En met name bij de vrouwen. Ja? Ja, ja, ik ging ook eerder met jongens trainen en met jongens om op de toernooi in het buitenland dan met de meiden allemaal. Dus, jij bent natuurlijk ook nog eens heel knap. Dus het is misschien ook wel weer dat je een combinatie hebt wat gewoon, ja. Waar, en als je dan ook nog eens heel goed bent. Ja, ja, dan wordt het je misschien minder snel gegund. Ja. Ja. En zelf stond ik er helemaal niet zo in. Dus ik vond dat heel erg moeilijk en jammer. En ik miste dan ook heel erg mijn thuisomgeving. Ja. Omdat ik altijd een hele hechte band heb met mijn familie en iedereen eromheen. Dus eigenlijk vond ik het altijd wel weer fijn als ik weer in Nederland terug was. Ja. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel hoogte- en dieptepunten beleefd, denk ik. Ja. Wat was echt voor jou een hoogtepunt? Dat was dat ik het hoogst genoteerde toernooi in Nederland won. Dat was in Emma. En die had dan 4 sterren, zeg maar. De toernooien werden gerankt op basis van sterren. En 4 was dan het hoogste. En bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie haar kennen, Kiki Bertens. Die had dat toernooi. Ja, zij stond altijd nummer 1 van Nederland. En volgens mij ook uiteindelijk top 10 van de wereld is gekomen. Ik weet niet of ik het nu goed zeg, maar echt supergoed. En zij had dat toernooi ook gewonnen. En dat vond ik dan zo bijzonder dat ik die ook op een naam kon schrijven. Wat cool. Ja, ja. En wat is echt jouw dieptepunt geweest in je tenniscarrière? Dat was toch wel dat ik eigenlijk moest stoppen vanwege een blessure. Wat voor blessure had je? Ik kreeg een chronische peesontsteking aan de binnenkant van mijn enkel. Ja, en die ging maar niet weg. Er bleef heel veel vocht in zitten. En toen, ik had van alles geprobeerd. 8 weken rust, weer opbouwen. Maar ik viel elke keer in herhaling. En ze kon er eigenlijk vrij weinig aan doen. En toen zeiden ze, we kunnen er een spuit in zetten. Maar dat verhelpt dan de pijn, maar niet je blessure. Dus eigenlijk maak je het alsnog kapot. Ja. En daar heb ik toen nee op gezegd. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ik ga nu gewoon rackets in de schuur leggen. En ik raak ze ook niet meer aan. Want... Hoe oud was je toen? 20. Ja, wow. En ik stond eigenlijk op mijn hoogtepunt van mijn tenniscarrière. Nee. Maar hoe vond je dat toen je dat hoorde? Vond je dat toen heel heftig? Of dacht je toen ook alweer van, ik weet toch niet of dit het pad is wat ik misschien voor altijd in de toekomst wil blijven bewandelen? Op dat moment vond ik het echt verschrikkelijk. Tennis was echt mijn lust in mijn leven. Daar had ik dan alles voor gelaten. Dus ik vond dat heel moeilijk. Ik kwam ook echt in de depressie terecht. Van wat nu, weet je wel? Oh, echt? Ja, zeker. Van, je valt wel in een gat, denk ik. Ja, mega. Ja, wat ga je doen? Want ik denk alweer dat je als tennisser, je privéleven wordt er natuurlijk ook geofferd. Hè? Want je gaat niet, zoals de rest van de jongeren, je gaat niet heel veel uit. Je drinkt misschien minder of niet. Klopt. Ja, Je hangt niet elke dinsdag in de kroeg, zoals de meeste studenten. Nee. Dus het is wel echt een levensstijl. Het is niet alleen je carrière, maar het is gewoon een heel leven. Je identiteit, denk ik ook. Ja, zeker. En die raak je op de een of andere dag kwijt. Ja, ja, het was ook een soort van, presteerde je goed? Je kreeg ook wel bevestiging en dat valt dan ook allemaal weg. En dat vond ik wel heel lastig. Maar dacht je niet toen van, en nu? Wat ga ik nu dan doen? Ja, zeker. Ja, ik dacht echt, ik moest helemaal mezelf gaan herontdekken. Dus daarom ging ik ook echt naar een psycholoog. En zij moest me echt weer helpen om op de rit te komen. Te zoeken wat er nog meer is. Oh, echt? Ja. Meer leren voelen. Ja, heb dat je was misschien nooit over nagedacht? Nee, ja, misschien onbewust. Maar op dat moment wil je er ook echt niet zozeer te veel over nadenken. Omdat je gewoon je focus op de sport wil houden, natuurlijk. Ja, en zo oud was ik eigenlijk ook nog helemaal niet. Want het begon eigenlijk allemaal nog maar net. Oh. Toen, ik werd toen geselecteerd voor het NK. Dus ik kon nog veel hoger op. Ja. Maar eigenlijk is het ook wel dat je misschien al 20 jaar hebt gedacht van, dit is mijn pad en dit is mijn leven. En je hoeft ook niet om je heen te kijken wat je daarnaast nog meer wil. Want je leven is gewoon tennis. Ja, ja. En dan moet je dat opeens wel gaan doen. Ja. En dat is dan opeens heel gek. Ja, het is gewoon alles bij elkaar. Ik vond dat ook gewoon heel lastig. Maar met name omdat ik dacht, ik ben er nog niet, weet je wel. Ja. Ik kon er nog zoveel uithalen. Heb je dat gevoel nog steeds? Dat ik dat toen kon? Dat je er nog meer uit had kunnen halen dan dat je hebt gedaan? Of heb je dat wel... Als ik die blessure niet had gehad, wel. Ja. Of ben je daar oké mee? Of is dat nog steeds wel iets wat... Ja, nu wel. Maar ik heb daar wel lang over moeten doen, zeg maar. Ja? Ja, zeker, ja. Terwijl het wel iets is wat niet in je macht ligt, hè? Nee, daarom. Het is je gezondheid, dus daar kan je helemaal niks aan doen. Ja, ik probeerde ook, zeg maar, nadat het een beetje allemaal was gaan zakken, mijn gevoel van, het is allemaal oké. Had ik wel zoiets van, Lot, het had zo moeten zijn. Ja, weet je, want geloof je dat dit je pad is? Ja, uiteindelijk nu kan ik wel echt zeggen, het had
misschien wel zou moeten lopen. En ik ben nu ook echt super happy waar ik nu ben in mijn leven. En wat ik nu doe, vind ik ook echt super leuk. Want het is uiteindelijk ook weer mensen inspireren met sport. Niet tennis, maar dan het hardlopen. Dus ja. Oké, okay, je hebt die blessure gehad. Ja. En je hebt gekozen om te stoppen. Ja, ja. Nou ja, ik moest eigenlijk wel stoppen. Ja, ja, ja. En toen heb je een tijdje misschien niks gedaan? Ja, ja, ik heb echt mijn rackets in de schuur gelegd en ja, even helemaal niks gedaan. Ook niet echt andere sporten. Ik ben toen wel een beetje begonnen met lopen, maar af en toe een rondje in de buurt gewoon. En ja, nee, niet iets anders. En toen? Nou, toen merkte ik wel dat ik gewoon iets, ja, uiteindelijk een andere sport wilde doen. Want ik hou gewoon van sporten. Dus ik ben wel op zoek gegaan naar iets waar ik dezelfde kick kon ervaren. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat dat hardlopen werd. Weer een eenpersoonssport. Ja. Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. En dat begon eigenlijk omdat ik toen lid werd bij een gym. En daar ontmoette ik de personal trainer. Hij is ook eigenaar van de sportschool, waar ik nu nog steeds zit. En hij is een marathonloper. Ja. En elke keer als ik bij hem trainde, begonnen we te praten over hardlopen. En toen zei hij tegen mij, Lotte, ja, misschien moet je ook wat vaker gaan rennen. Ja. Want je hebt misschien wel potentie, hè, met je topsport achtergrond. Dus ik dat gaan doen. En ik merkte ook heel snel dat ik het heel leuk vond. En dat ik dus inderdaad gewoon die energie kreeg wat ik ook met tennis had. Die, jij, die runner's high, die ervaar ja? jij. Ik vind hardlopen zo kut, hè. Dan voel ik me zo log of zo. Maar na hoe lang ervaar je dus zo'n runner's high? Want ik heb het gevoel dat dat iets is wat niet bestaat. Ja. Ja, ze zeggen ook echt dat je dat pas krijgt bij minimaal 15 à 16 kilometer. Dus echt een beetje richting de duurloop. Ja. Maar sommigen zeggen dat ze het al na een paar kilometer hebben. Dus I don't know, ik weet het niet. En wanneer heb jij dat dan? Ja, wel echt wel. Bijna bij elke training, maar die is al minimaal 12 à 14 kilometer. Dus ik zit er al best wel snel in. Oh, okay, ja, ja. En de snel, ik weet niet of ik dat met 12 snel vind, maar goed, dat is voor iedereen anders. Ik heb nog nooit 12 kilometer hard gelopen. Maar toen begon je een beetje met hardlopen. En met hoeveel kilometer begin je dan? Nou, ik begon met 6 à 7. Want ik had natuurlijk vroeger altijd al conditietraining gehad. Maar de meesten beginnen gewoon natuurlijk altijd met maar gewoon een paar kilometer. Ja. Dus, ja, en toen ging en echt buiten of op de loopband? Nee, buiten. Op de loopband vind ik echt helemaal niks. Nee? Oh, nee? Nee, je zult mij bijna niet op een loopband zien staan. Nee, nee, ik wil altijd lekker buiten, gewoon in de natuur. En dat vind ik heerlijk. Vind je het niet echt ontzettend saai? Ja, nee, nee. Omdat gewoon ik varieer in training, ik doe muziek op. Ik vind dat heerlijk. Ik vind hardlopen ook saai of zo. Nou, ik vind het nog wel lekker, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dus ik ben wel, ja, dat weet je toch? Ja. Altijd als wij gaan sporten, dan ga ik... Oh ja, ga jij op de loopband? Ja. Ga jij krachttraining doen? Ja, ik ben dus meer dat van kracht. Dus dat is wel het verschil tussen ons. Dus ik vind, ik snap wel, ik heb altijd wel, als ik heb hard gelopen, dat ik me echt, voel ik me helemaal opgeladen en mijn hoofd is leeg en... Gewoon, en als ik aan die gewicht zit te trekken, dan heb ik echt dat ik denk dat jij het zit mee te tellen. Dat ik dat ook heel saai vind. Oh ja, ja. Dus dat vind ik dus leuk. Ja, dat vind ik hardlopen wel beter. Ja. Ja. Maar toen merkte je echt van, nou, dit is eigenlijk ook iets wat waar mijn passie ligt. Ja, ja, al best wel snel eigenlijk. Ja, gewoon dat ik echt daar een kick van kreeg. En ook wel het leegmaken van mijn hoofd. Gewoon meer rust. En er lag niet meer een druk achter. Weet je wel, ik hoefde niet te presteren. Ja. Ja, en dat maakte het verschil voor mij. Dus ik dacht, oké, dit is weer even op een ander level. Dus, en dat doe ik echt helemaal voor mezelf. Ja, het is een strijd die je met jezelf aangaat. Ja, ja. En in tennis is het iets wat je met een ander aangaat. Ja, ja, deels met jezelf, maar ook je hebt ook iemand tegenover je. Ja. Ja. Maar ik heb heel erg met hardlopen dat ik dan elke minuut denk, zou ik nu stoppen? Zou ik nu stoppen? Oh, weet ja? je wel? Dus dat ik dan heel erg... Dan ben je te veel gefocust op van het moeten doorgaan. Ja. Ja. Heb je dat niet? Ja, heb ik ook. Vooral als ik in de... Als ik niet op de loopband sta. Ja, heb ik ook. Ja. Als je niet op de loopband staat? Als ik op de loopband sta, dan kan ik wel zeggen... ik ga echt een half uur bijvoorbeeld. Ja, ik ook. Ja? Ja. Maar als ik buiten, dan vind ik echt moeilijk dan. Oh, ik heb dus precies andersom. Als ik op de loopband sta, dan ga ik dus kijken naar die teller... de tijd, de kilometers. En als ik buiten ben, dan gaat het veel sneller. Oh, grappig. Ja, ja. Ja. Wij hebben dus een nieuwe tenniscollectie hebben gelanceerd. En weet jij waar dat eigenlijk voor staat? Of weet jij dat niet? Nou, nee. Nee? Nee. Nee. De tennister Chris Evert, die had een hele belangrijke wedstrijd. Volgens mij echt iets van een Grand Slam of zo. Ja. En op een gegeven moment had zij zo'n diamanten ketting had zij om. Of armband had zij om. Ja. Alleen die was afgevallen.
Alleen die was dus heel duur, omdat het alleen maar diamanten waren. Oh, ja. En toen is echt die wedstrijd is stilgelegd om dus dat armbandje te gaan zoeken. Oh, wauw. Omdat hij zo duur was. Omdat hij zo duur was. En toen is hij na de wedstrijd, zijn deze armbanden, dus tennisarmbanden en tennisbracelets, necklaces, zijn dat geworden. Oh ja, wauw. Ja. En, hoe lang is het geleden? Echt al wel lang geleden, toch? Ja, ik wil zeggen, hoe lang is het gebeurd? Oh. 1987. Oh ja. En de US Open. Oh, US Open, oké. Okay. Nee, toen was ik ook nog niet geboren. Ja, maar best wel interessant, vind ik ja, dat. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb dat ook nog nooit gehoord. Nee? Nee, nee. Nou, wij hebben daar dus een hele collectie op gelanceerd. Ja, we hebben er ook eentje voor jou bij je. Leuk. Oh, dank je wel. Ja. Mag ik hem gelijk maken? Zo Jij mag hem openmaken. Ja? Oh, wat gaaf. Maar hoe zijn jullie dan zeg maar zo opeens opgekomen dan verder? Wat zeg je? Met deze collectie. Wij hebben deze al gelanceerd. En dat is echt een van onze bestsellers. Oh, oké. Okay. Dus we wilden daar een vervolg op maken. En dit is zeg maar met een birdstone. En dit is ook prachtig. Jouw birdstone. Echt waar? Ja. Oh, dat hebben jullie gewoon Oh ja? Dus in het midden zit dan een steen in jouw maand. Oh ja, dus je, 21 mei. Ja. Ja. Oh, supermooi. Oké, zou ik hem... Voordat ik het kapot maak... Moet ik deze openmaken? Ja. Doe ik hem ook gelijk om. Nou, je bent helemaal gecoverd in verder en verder straks. Oh, kan je even naar de kant? Ja. Helemaal. Ja, je komt hier niet weg zonder sieraden, hoor. Nee, precies. Oh, heel mooi. Staat je ook heel mooi. Ja, staat echt heel mooi. Dat haar weer terug. Oh, dankjewel. Nou, ik kan nu even niet zien. Geen spiegel. Ja. En de oorbellen. Maar tennis je nog veel in je vrije tijd, of dat niet? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik heb ook echt sindsdien bijna geen racket meer aangeraakt. Nee, wel een goede vriendin. Haar vriend is professioneel tennisspeler. Botik van de Zandschulp. Ja. En ik word af en toe wel getriggerd met tennis. Dus door haar dan, mijn vriend. Ik kijk het nog af en toe op televisie, die Grand Slams. Maar zelf, nee, ik ga helemaal niet meer tennissen. Maar hoe is dat om dan weer nog zo'n wedstrijd te zien? Heb je daar dan gevoel bij? Of is het dan echt dat je denkt, oh ja, leuk, dat heb ik gedaan, maar het ligt in mijn verleden. En... Ja, dat. Ja? Ja. Dus niet met weemoed dat je dan terugkijkt? Nee, ik heb het echt wel helemaal losgelaten nu. Ja. Op zich vind ik dat ook wel goed. Ja. Dan was het gewoon een tijdperk in je leven dat je dat daaruit bestond. En nu is het weer tijd voor iets anders. Ja, en ik kijk nu ook gewoon veel positiever terug. Zo van, oké, het heeft me uiteindelijk ook veel sterker gemaakt mentaal. En dat neem ik nu allemaal mee met het werk wat ik nu doe. Ja. Dus ik probeer gewoon het positieve. Want je hebt heel veel volgers op Instagram, hè? Ja, het gaat goed. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is er gekomen door deelname van, aan een programma. 4 jaar geleden alweer. En toen heb ik een bereik gecreëerd. Want welk programma heb je? Ik heb het net nog gezien. Love Island. Ja. Oh ja. Ja, vertel. Want daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Dat kwam eigenlijk kort nadat ik dus stopte met tennis. Toen werd ik benaderd op Instagram of ik daaraan wilde meedoen. Ja. En in eerste instantie had ik zoiets van, ik weet niet of ik dat moet doen. Want wellicht schaadt het mijn reputatie. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ja. Want wij waren de eerste editie. Ja. Dat lijkt me nog extra spannend. Ja, ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten. Of wat voor types er mee zouden doen. Ik keek toen wel de Engelse versie. Nou, dat is toch met die Molly May en zo? Ja, ik heb echt heel een leuk. Joker superhaal. Ja, leuk, hè? Ze hebben net een kindje. Ja. Ja, ik vind het ook heel leuk. Maar daar doen hele leuke types aan mee, geloof ik. Aan de Engelse versie ook. Ja. Dus eigenlijk daarom dacht ik wel van, oké, misschien moet ik het een kans geven. Ja. Dus ik was toen naar een casting gaan. En toen hadden ze ook gezegd, willen jullie eigenlijk direct erbij hebben vanaf het begin? Toen zei ik, ik moet even met mijn ouders overleggen nog. Ja. En tussen hadden ze gezegd van, als je gewoon lekker jezelf blijft en je hebt zelf in de handen wat je allemaal zegt en doet, dan komt dat vast wel goed. Ja. Dus ik ben het maar gewoon gaan doen. Dus eigenlijk kort daarna vloog ik naar Gran Canaria. Daar werd het opgenomen. Wat grappig. Heel leuk. Ja, ik sprong echt in het diep. En juist ook omdat ik zoiets had van, oké, voor tennis heb ik alles toen laten vallen als het ware. En kon ik niet dit soort dingen gewoon doen. En nu komt dat wel. Dus misschien... En hoe kijk je daarop terug? Op je deelname? Ja, al met al wel goed. Ik ben er gewoon goed uitgekomen, dus prima. Ja. Ja. En zou je het nog een keer doen? Nee, dat niet. Nee, waarom dat niet? Nee, voor 1 keer is prima. Ja? Nee, ja. Want hoe werkt het eigenlijk? Ja. Kom je dan ver of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik zat er uiteindelijk 6 weken in. Ja. Ik ging er voor de finale uit. Maar ja, je had een beetje zelf in de hand hoe ver je kwam. Dat lag eraan, vorm je een koppel met iemand. Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je daar je nieuwe liefde vindt. En ook deels door het publiek. Want die kon dan stemmen op zijn of haar favoriete koppel. Vond je dat niet heel spannend? Want je hebt geen idee hoe je overkomt. Je hebt geen idee wat de reacties zijn. Ja. Die krijg je ook niet te horen. Nee. Ik zou echt denken, oh, straks... ja, ik ook. Ja, ben ik helemaal gebashed of zo. Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Op dat moment dacht ik daar zo helemaal niet over na. Ik weet wel dat ik toen mijn telefoon terugging, was gewoon helemaal ontploft. Je weet niet wat je meemaakt. En ik wist ook echt niet waar ik het zoeken moest. Ook mentaal. Van. Ik had zoveel onrust. En toen ben ik gewoon alles stapjes voor stapje gaan doen. En toen zag ik inderdaad ook groot bereik. Hè. Mensen herkennen je een beetje. En dat... Ja, ik weet niet, ik liet dat allemaal maar een beetje over me heen waaien. Ik dacht, nou, weet je wel. En toen ging ik het terugkijken, pas later, toen ik weer in Nederland was. En toen dacht ik wel van, oké, wel gek dat iedereen dit allemaal heeft kunnen zien. En had je toen ook veel haatreacties gehad, dat je dat toen zelf terug hebt gelezen? Of dat niet? Nee. Gelukkig had ik bijna geen haat. Dus dat was allemaal goed gegaan. Dus echt wel positieve reacties? Ja. Want dat lijkt me dus heel ellendig, hè? Als je dan, dat is ook heel naar. Als je dan, zeg maar, want dan heb je natuurlijk geen idee. Ja. Je kan niet zeggen, ik stop ermee, want dan krijg ik kutte reacties. Want dat weet je niet. Nee, klopt. Maar ik wist helemaal niet dat je dan, als je terugkomt, dat dan al een deel uitgezonden is. Ja, echt al zoveel afleveringen dan. Maar dan heb je dus ook gewoon nul over te zeggen wat er wordt uitgezonden. Ja, klopt. Maar ook je familie en zo, die heeft het dan allemaal gezien. Ja, die hebben dat continu in de gaten gehouden. Ja. Dus, en wat vonden zij ervan? Ja, nou, ze waren wel gewoon blij hoe ik me daar had neergezet. Ik had geen gekke dingen gedaan, weet je wel. Ja. Maar zij vonden het ook wel heel spannend, hoor. Zou je nog vaker aan dit soort dingen meedoen? Hoe zie je je toekomst hierin? Mijn focus ligt nu gewoon op het hardlopen en mensen daarmee inspireren en motiveren. En hoe doe je dat? Ja, door middel van mijn social media. Ik heb eigenlijk vanaf punt 1 ook begonnen met hardlopen. 2 jaar geleden fanatiek. Iedereen in mijn hardloopjourney meegenomen. En dat sloeg zo goed aan dat ik dat eigenlijk nu alleen maar heb voortgezet. Ik heb 2 e-books geschreven voor mensen die willen beginnen met hardlopen. En dat breid ik eigenlijk alleen maar uit. Van mij dus? Ja. Ik heb er nu 2, dus Oh, wat leuk. Ja, ik ga het even opzoeken. Maar je neemt dus mensen mee in jouw journey met hardlopen? Ja. Maar is dat dan niet een beetje saai? Of hoe doe je dat? Hoe maak je dat leuk? Je geeft natuurlijk ook tips. Maar ik zeg ook gewoon het stukje mentale gedeelte wat erbij komt. Wat het mij heeft gedaan. Dus het positieve gedeelte. En mensen echt helpen om te leren hardlopen. Ja, ik vind dat alleen maar leuk. En ik krijg juist echt elke dag alleen maar berichten van, oh, je hebt me, weet je wel, die positieve energie geven. En ik heb het ook helemaal te pakken. Dus ja. Maar kan je je ook wel een beetje vinden in mensen die net beginnen? Want jij bent eigenlijk nooit echt een beginner geweest. Nee, klopt. Ik ben niet een echte beginner geweest. Maar deels wel. Want ik ben ook op eigen houtje gaan trainen. Nooit met een trainer echt gedaan. Dus ja, ik denk deels wel. Niet helemaal, maar... En wat zijn de tips voor mensen die niet nu hardlopen, zoals eigenlijk wij, en die willen beginnen met hardlopen? Dus heb je daar tips voor van hoe kan je nou het beste beginnen? Sowieso vaste dagen voor jezelf stellen dat je gaat trainen. 2 à 3 keer in de week. En dat gewoon consequent volhouden. Dat is echt de key met hardlopen. Vaak beginnen ze en dan gaan ze te hard van stapel. Ja. Dan gaan ze bijna elke dag lopen. Nou, dan kom je in, val je in de blessures. En daarna zie je het al niet meer zitten. Dus gewoon 2 à 3 dagen vast in de week. Gewoon echt dat het onderdeel van je ritme, rituelen wordt. En dan gewoon langzamerhand iets meer uitbreiden. Dus meer kilometers erbij pakken per week. Een beetje gaan variëren in trainingen. Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je, als je dus gaat hardlopen, want dat heb ik een keer gedaan, dan begin je dus helemaal zo van, ik heb er zin in, dan ga je heel hard lopen. En dan heb je dus, dan ben je 1 kilometer verder, dan kun je niet meer. Ja, dat is dus het gevaar. Ja. Ook al voel je dat. Hardlopers zijn doodlopers. Ja. Exact, dat... Nee, je moet echt rustig beginnen. Ook al denk je van, oh nee, ik kan nog zoveel harder. Ja. Juist niet doen. Dan moet je jezelf een beetje tegenhouden. Maar hoe weet je dan wat voor jou een goede afstand is als je nog nooit hebt hardgelopen? Ik zeg altijd, begin gewoon eerst met joggen of wandelen. En dan 1 kilometer hardlopen, 1 kilometer joggen. Dus dat afwisselen. En dat dan per keer iets meer afbouwen. Dus het joggen ga je dan steeds minder doen. En het hardlopen bouw je iets meer op. En met hoeveel kilometer begin je dan? Ja, dat ligt aan je conditie. En echt te beginnen? Een echt beginner die ook nooit heeft gesport? Ja? Dan zou ik echt zeggen, begin eerst met bij wijze van spreken 30 minuten joggen. En de volgende training pak je
De laatste 2 minuten hardlopen. Dat gaat wat echt is joggen? Ja, gewoon een beetje snel wandelen. Oh ja. Ja, dat is echt nog niet hardlopen. Okay. Ja. Maar dus... ik ging met mijn moeder hardlopen. En mijn moeder, onze moeder is best wel goed in hardlopen, toch? Ja. Alleen, zij deed een heel rustig tempo. Maar dan kon ze dat best wel lang. En toen ging ik naast haar hardlopen. Ja. Toen dacht ik, nou, dit vind ik chill. Ja, dit had je dan zo... Ja, dit kan maar lang ik ga dus meestal dus heel hard op het begin. En dan heb ik er geen zin meer in, omdat ik dan te hard ben gegaan. En dan... Ja, ben je snel bij het adem. Ja, ja. En ja, dan vind je het niet meer leuk. Ja, daarom zeggen ze ook, duurlopen zijn heel goed. Gewoon op een heel rustig tempo, dus op 60% gewoon. Dat je gewoon echt eigenlijk het gevoel hebt dat je zo lang mogelijk nog door kan gaan. En daar bouw je juist je uithoudingsvermogen mee op. En daardoor word je ook weer beter in hardlopen. Hey, maar weet je wat ik al grappig vind? Wij zeggen toch altijd, consistency is key. Ook met ondernemen. Alles wat je consistent doet, daar word je beter in. Ja. Maar nu zeg jij dat ook weer met hardlopen. Zeker ook met hardlopen. En ik denk dat goede voorbereiding ook wel de key is. Want als je bijvoorbeeld een lekker playlistje hebt... Ja. En die ja? heb je van tevoren al gemaakt. Ik heb vaak dat ik dan ga hardlopen en heb ik dus een stomme playlist. Ja. En dan ga ik dus de hele tijd stoppen om dan het leuk liedje op te zoeken. Ja. Nee. Ja, dat onder andere. Of als je merkt dat je het in eentje toch niet leuk vindt, zoek een run buddy. Weet je wel? Oh ja. Ja, die kleine dingetjes. Leuk. Elke keer een andere route gaan zoeken. Ja, dit vind ik dus ook altijd lastig. Want dan moet je wel echt van tevoren echt wel weten van hoeveel kilometer is. Want als het tegenvalt, dan zit ik weten. Op de helft. Godver, ik kan niet meer terug en ik kan niet meer verder. Want beide is kut. Ja, dat en je moet wel op tijd weer ergens zijn. Ja. Dus je kan ook niet... Dan sta je dan in de regen. Ja, ja nee. Ja. En je haar zit zo mooi, hè? Vind je dat dan niet helemaal kut als je dan gaat hardlopen, dat het dan gaat regenen en dan zit het weer niet? Nou, het regent niet altijd, hè? Nou. Ik zoek het wel altijd uit. Ik kijk altijd gewoon, gaat het regenen? Ja. Dan, nou, soms ga ik ook in de regen. Dan is het niet anders. Omdat ik dan gewoon moet trainen. Ja. Maar ja, nee, ja, dat hoort er een beetje bij. Ik denk wel dat jij dedicated bent, hoor. Als dat is die topsporter, hè? In je naar boven komt. Ja. Ja, dat heb ik altijd wel een beetje gehad, hoor. Ja. Nou, heel erg bedankt in ieder geval dat je ook hier kon zijn. Graag gedaan. Echt, volg vooral Lotte van Leeuwen als en, je de hardlooptips wil zien. Want ik denk dat het voor iedereen goed is om er sowieso aan te beginnen. Want het is, ik las laatst wel dat het is natuurlijk de goedkoopste en makkelijkste sport die je kan bedrijven. Omdat je kan het overal doen. Je kan het overal doen, dus het is voor iedereen. Dus als bijvoorbeeld in corona was het echt het beste wat je sowieso had kunnen doen. En toen ik dat las, dacht ik wel, ik moet ook meer gaan doen. Ja. Dus het is sowieso voor iedereen goed. Ik wil het ook wel meer gaan doen, hoor. Ja. Ja. Nou, wie weet. Ja. Nou, bedankt voor je komst. En ik hoop dat je nog heel veel mensen kan inspireren met je mooie verhaal. Ja, en ik heb heel veel respect voor je. Wat je allemaal hebt bereikt al op zo'n jonge leeftijd. Je hebt echt al een hele journey meegemaakt. Dus echt heel knap. Nou, dankjewel. Lief. En leuk dat je er was. Ja, jullie ook bedankt. Dankjewel. En ga jij nou hardlopen? Nou, ik dacht ondertussen wel... Misschien moet ik vanavond of morgenochtend even op die loopband gaan staan. Maar ik heb echt al 3 weken... Vanavond? Ik heb al 3 weken niet gesport of zo. Ja, ik heb wel altijd, als ik terugkom van werk, daar heb ik eigenlijk nooit meer zin in. Dan heb ik ook echt niet. Zin om op de bank te gaan liggen. Maar ik heb echt, nu voel ik wel dat ik lang niet heb gesport. Ja? Ik heb wel yoga gedaan. Ja, en je was toch mega actief met vulkanen beklimmen en alles? Het gaat er niet om dat je op de loopband zit, het gaat om dat je gewoon actief bent. Ja, maar ik kan ook niet zeggen dat ik echt uitgeput ervan was of zo. Nee, maar gewoon lopen is al echt heel goed, hè? Ja, maar het is ook niet dat ik uren heb gewandeld of zo. Dat is wel actief. Het is beter dan op een strandbedje liggen. Instagram leek het misschien iets meer, maar ondertussen werd ik er gewoon heen gebracht. En heb ik gewoon op de plek een rondje gelopen en weer terug. Wat foto's gemaakt en toen weer terug. Dus ik denk, zo actief valt er... Ja, nou, wel een beetje actief. Maar ik vind hardlopen vind ik gewoon echt een beetje... Ja, ik moet daar wel in. Ik ga wel hardlopen. Ja, ik ga het ook wel een keer doen. Maar ik vind dat over het algemeen vind ik het een beetje saai. Nee, het is niet saai. Het is goed voor je mind. Ja, ook mindful denk ik wel. Ja. Dus ik denk wel dat je gewoon even zo'n stapje eroverheen moet. Ja. En dan zit je het lekker in. Ja. En dan kan je opeens niet meer zonder. Dat lijkt me nog wel een stap te ver. Maar oké, we kunnen het gaan beginnen. Maar jij bent al heel veel aan het sporten, ik niet. Dus ik denk dat ik eerst de eerste ben die moet gaan beginnen. Maar is zwanger zijn altijd een goed excuus? Ja, vind ik wel, tuurlijk. Ja? Je moet even rustig aan doen. Je bent net geland. Maar op vakantie dacht ik ook dat ik wel meer zou gaan sporten. Maar ik had daar ook gewoon geen zin in. Nee, maar dat snap ik ook. Je hebt zo'n actieve vakantie gehad. Veel gereisd.
Toen kwam de zus van Ismael soms bij me langs. Wie wil er een PT-lesje? Zeg ik, nou, ik niet hoor. Terwijl ik echt wat normaal dat ik dat wel zou doen. Ja. Ja, ik wil wel een keer gaan PT'en bij hen. Ja, dat staat gepland, toch? Ja. Heel leuk. Nou, ik vond het weer echt een leuke podcast. Ja, ik ook. Ja. En wij gaan weer aan de slag met nieuwe leuke gasten. Ja, elke keer wel weer een vraag, hè, wie er komen. Ja. Nou, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken of luisteren.